Hallo, in deze en volgende video kijken we naar materialen. Dat is een NASC 1 onderwerp voor de VMBO 4e klas en dat is weer op Nova 4e editie, hoofdstuk 8 zoals je ziet. Eerst gaan we kijken naar materialen toepassen. Nou, als je iets gaat maken, dan heb je natuurlijk materiaal nodig om dat te doen. Bijvoorbeeld een schuur of een huis of een brug. Dan moet je die natuurlijk goed kiezen. Bijvoorbeeld hout. Hij is uitstekend geschikt voor trek- en duwkrachten, dus daar kun je bijvoorbeeld een goede brug mee maken of een huis. Je kan het heel goed bewerken, je kan er allerlei timmermansbewerkingen op loslaten, zoals hier een aantal bij staan. Je kan het op allerlei manieren met elkaar verbinden, zoals hier een aantal voorbeelden staan. Kortom, het is een uitstekend materiaal om dingen mee te bouwen. Er is ook nog steeds heel veel gedaan natuurlijk. Nou, andere materialen hebben natuurlijk andere eigenschappen. Koper bijvoorbeeld, dat is een metaal. Dat is een goede geleider, dat houdt dat niet. Het is ook sterk en het is buigzaam, het laat warmte eventueel goed door. En PVC heeft juist hele andere eigenschappen, meer tegenovergestelde, want die isoleert juist elektriciteit en warmte. Laat ook geen lucht en water door. Het is wel duurzaam, je kan makkelijk kleuren. Ja, samen zijn die geschikt voor elektriciteitsdraden. Koper laat dan de elektriciteit door en PVC dan voor isolatie. Nou, glas is ook een materiaal wat allerlei eigenschappen heeft. Je kan er vloeistof en gassen bijvoorbeeld in bewaren en geeft daar niet aan af. Zoals bijvoorbeeld karton. En op een gegeven moment als je melk in karton doet, die laat heel lang staan, dan gaat de melk naar karton smaken. Bij glas is dat niet zo. Het is ook niet aan te tasten door zuur. Je kan er makkelijk een etiketje op doen, dus prima geschikt voor flessen. Het is niet zo sterk, als je het wat valt is het krak. Het is wel zwaar. Dus werd vroeger veel gebruikt voor flessen, tegenwoordig minder. Maar natuurlijk wel steeds heel veel gebruikt voor ramen natuurlijk. Nou, dan heb je voor polyethylene, dat is een kunststof natuurlijk. Er zijn twee varianten van, hier staan ze, LPDE en APDE. De ene is staal en buigzaam. Dus geschikt voor verpakkingen die niet heel stoer te zijn. HPDE is juist sterk en bijna onbreekbaar, dus geschikt voor sterke verpakkingen. Rubber is ook een bekend materiaal, is natuurlijk heel erg elastisch, dus kun je heel goed gebruiken om voorwerpen te beschermen. En het houdt ook vloeistof van gassen tegen, dus je kan het gebruiken voor slangen. Als je een brander gebruikt, met practicum, dan zit er een rubberslang aan. Ook fietsbanden zijn ook gemaakt van rubber, volgens mij. Kunstrubber waarschijnlijk, maar... Nou, een voorbeeld is dan tentontwerpen. Het ligt natuurlijk aan wat je wil. Als je een trekker bent, dan wil je natuurlijk graag een lichtgewicht tent hebben, die je makkelijk kan meenemen. En als je denkt, nou, ik ga lekker op één plaats zitten en misschien na twee weken ga ik nog een keer op een andere plaats zitten en dan rijd ik er één met de auto, ja, dan kun je natuurlijk een wat zwaardere tent hebben. Ja, goed, dan gaan we naar paragraaf 2, van grondstof tot product. Nou, dingen moeten natuurlijk gemaakt worden. Het productieproces heet dat. Je begint natuurlijk met... grondstoffen. Daarna ga je die grondstoffen natuurlijk allemaal bewerken. Vaak zijn het heel veel stappen en uiteindelijk kom je dan een eindproduct. En het voorbeeld wat hier in het boek wordt gebruikt, dat we hier dus bespreken, is blikjes maken. Nou, voor blikken heb je natuurlijk ijzer nodig. Dat wordt gemaakt in hoogovens. Hè. Dat komt uit, moet eerst worden opgegraven. Dan heb je kooksel nodig en zuurstof. Samen heeft dat koolstofmonoxide. En als je die koolstofmonoxide samen brengt met ijzeroxide, dan krijg je ijzer en koolstofdioxide. En dat gebeurt natuurlijk onder hoge temperatuur. Dus het ijzer dat is vloeibaar, dus dat kun je aftappen. En koolstof die wordt afgegeven aan de lucht. Dat is natuurlijk niet zo fijn, want dan krijg je broeikaseffecten van. Dus het is toch beter om dat op te vangen en proberen elders iets ermee te doen. Maar dat gebeurt nog vaak niet. Hier zie je wat meer stappen. Zo gedetailleerd hoef je niet te kennen wat er allemaal gebeurt in een staalfabriek. Ja, zo leuk om te bekijken. Nou, dan heb je dus ruwijzer. Dat valt 5%, dat zal wel koolstof moeten zijn. Dat is hard en broos en dus ongeschikt voor blikjes. Dus hoe maak je het dan geschikt? Nou, je blaast er zuurstof doorheen en dan wordt het staal. En de koolstof reageert met de zuurstof tot koolstofdioxide. Nou, blikstaal bevat weinig koolstof en dat is omdat het buigzaam moet zijn. En het is een halffabrikaat, want je hebt alleen maar blikstaal, je hebt geen eindproduct, je hebt geen blikje waar je cola in kan doen ofzo. Nou ja, dat moet dan natuurlijk in de blikjesfabriek worden gemaakt. Het blikstaal wordt dan tot blikjes gemaakt, dus persen, oprekken, snijden, schoonmaken, lakken, drogen. Er moet een ringsluiting aan de bovenkant worden gemaakt. Er moet een onderkant op natuurlijk. Ja, het moet ook allemaal nog gecontroleerd en verpakt worden. En dan is het klaar. En dan moet het natuurlijk ook nog gevuld worden natuurlijk. Anders heb je alleen maar een blikje met niks. Nou, hier zie je nog een keer de stappen
wat meer in detail zo meteen. Je hoeft het natuurlijk allemaal niet precies te weten, maar het is wel leuk om te bekijken. Nou, er zijn natuurlijk ook milieugevolgen van het maken van blikjes. Er wordt grondstoffen verbruikt, er wordt energie verbruikt, er ontstaan afvalstoffen. Nou, ijzer en tin, want er zit ook tin in blikjes, dat kan wel worden gerecycled. CO2 en de slakken, ja, dat zijn vaak afvalproducten. De slakken worden vaak wel gebruikt, volgens mij maken ze daar autowegen van. En CO2, ja, dat wordt vaak toch in de lucht afgezet, zeg maar. En ja, dat zou een beetje kunnen opvangen en probeer er ook iets van te maken. Ook gezien het broeikaseffect. Nou, andere metalen is aluminium. Laat geen lucht of lucht door en geeft geen stoffen af. Dus kun je uitstekend gemaakt maken voor verpakkingsmateriaal. Hè, aluminiumfolie bijvoorbeeld ook. Maar het bijzondere aan aluminium is dat je heel veel energie nodig hebt. Elektrische energie vaak om het te produceren. En dat levert ook nog eens een keer wel veel afval. Het is wel goed te recyclen. Ja? En recycled aluminium, dat kost maar 5% van de energie die je nodig hebt om nieuwe aluminium te maken. Dus dat is toch wel interessant. Nou, hier zie je nog eens een keer wat meer in detail het winnen van en produceren van aluminium. Zo, dit hier hoef ik niet te weten, maar het is wel leuk om dat te bekijken. Komt uit Wikipedia trouwens. Een hele leuke interessante dingen in Wikipedia. Hier staat ook niets over de stappen van het recyclen van aluminium. Je moet het eerst verzamelen, dan moet je het sorteren, en dan pletten, dan ga je het smelten en dan ga je het opnieuw gebruiken. Goed, in de volgende video gaan we verder met afvalverwerking.